Tina Nijkamp onthulde in oktober dat ze heeft gesolliciteerd op de functie van televisiebaas bij de NPO, maar ze is niet aangenomen. En daarmee is met name Yvonne Jaspers aan een ramp ontsnapt, want kijkcijferautoriteit Tina vindt haar dus echt verschrikkelijk. Ze denkt dat de dalende kijkcijfers van boer zoekt vrouw aan haar te danken zijn. De boerendatingshow is volgens Tina helemaal ingekakt. Een miljoen kijkers minder. Dat is het programma dat het meest is gedaald afgelopen jaar, vertelt ze in de nieuwste aflevering van Van Roosmalen Groenteman. Ik denk dat het vooral aan Yvonne Jaspers ligt, die de kandidaten behandelt alsof het kinderen zijn. Gastheer Gijs Groenteman vindt het interessante materie. Hij vraagt maar meer dan vroeger. Ze wordt steeds kinderachtiger, ze wordt ouder en steeds infantieler. Tina stelt van wel. Ja, een beetje zo van, zet infantiel stemmetje op, red, oh, echt waar. Gijs, ik weet dat je ook gesolliciteerd hebt als MPO1 zenderbaas. Zou jij dan Yvonne ook op je kantoor roepen en dat soort dingen tegen haar zeggen? Ja, dat zou Tina zo doen. En daarmee is Yvonne aan een ramp ontsnapt. Nou, daar zou ik niet bang voor zijn. Ik zou dan wel zeggen, misschien kun je iets minder kinderachtig doen. Gijs vindt dat behoorlijk dapper. Deed je dat ook in je tijd als zenderdirecteur van SBS6? Dan werden ze gewoon op je kamer geroepen van hou eens op met dat kinderachtige gedoe. Tina nou, ik riep mensen nooit op mijn kamer, want dat vind ik heel onaardig, maar als ik dan mensen sprak, zei ik wel misschien kun je daar en daar iets beter op letten.